Ontzettend geestig. Khalid Kassem deed van de week net alsof hij weer op televisie kan. Nu, een mevrouw, namelijk Barbara Roemera, heeft gezegd dat er geen aanwijzingen zijn dat hij een ambtenaar heeft omgekocht. Deze deken van Amsterdam kan Khalid knuffelen wat ze wil, maar de publieke opinie blijft ongewijzigd: hij is duidelijk foute boel. Wilfred Gené heeft nu ontdekt dat knuffeldeken Barbara Keihard heeft uitgehaald naar vandaag een site, namelijk ten tijde van de kaarsrel. Toen twitterde ze: Hoezo blijven ze op TV? Wat is er voor nodig om dit soort idioten van het scherm te halen? Hashtag Derksen moet weg. Waarom de mannen van VI op TV blijven? Daar heeft René van der Gijp alvast antwoord op, omdat er heel veel mensen kijken, ha 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 ha. Anders waren we er al lang af geweest, giert hij in de talkshow. Wilfred, dat is dan de deken. Johan Derksen haalt hard uit naar deken Barbara. Is dat dat pleureswijf van dat fotootje? Wilfred: Ja, die ja, dat is de deken die nu heeft gezegd dat Kalit alleen een waarschuwing krijgt. Johan, vals wijzend op haar postuur. Nou, zo een gooi ik terug in het water, hoor. René: Ha 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 ha. Ja, en niet op de kant. Ha ha ha. Johan vindt Barbara afschuwelijk. Ik heb net dat hele rapport van dat vreselijke mens zitten lezen en ze kan het gewoon niet hard maken qua bewijs. Ze sluit niet uit dat het gebeurd is, maar kan ook niet het tegendeel bewijzen. Tafelgast Valentijn Driesen neemt die vrouw niet zo serieus. Dit is ook een beetje wij van wc eend, hè? Advocaten onder elkaar allemaal. Daar is Albert Verlinde het mee eens kijk, het is natuurlijk wel een soort een side-onderzoekje geweest. Zo'n deken die hem gewoon de hand boven het hoofd houdt. Ja, echt flut. Ze zegt zelf, ja, wie weet ben ik wel om de tuin geleid, dat zou kunnen. Dan denk ik, wat is dat voor onderzoek? Wilfred vindt die vrouw helemaal niet onafhankelijk. Het is ook dezelfde deken die de rechtbank gelijk gaf dat het verhaal niet naar buiten mocht komen. Johan, het is ook de deken die mij afserveerde. Wilfred, ja, die ons als een stelletje idioten heeft neergezet tijdens de kaarsrel. Het is toch best gek dat een deken zo'n bericht plaatst? Het feit dat zo iemand dat doet in zo'n functie is toch best wel raar? Johan je verwacht dan in elk geval dat ze hoor en wederhoor pleegt en ze zich even verdiept in de zaken en niet achter een twittermachine gaat zitten.